De Zomerschool is een leerrijk project voor anderstalige nieuwkomers tussen 6 en 12 jaar. Het project bestaat uit taal- en talentenweken, waarin kinderen spelenderwijs Nederlands leren en leuke activiteiten in Genk ontdekken. Dit jaar zijn we ook met de zomerschool van start gegaan in het begin van de zomervakantie. Op het einde van de zomervakantie komen we nog eens bijeen met de kinderen. De anderstalige nieuwkomers zijn het vooral. Dit jaar is het de 11e editie dat we dat organiseren in Genk. En dit wordt natuurlijk gerealiseerd in samenwerking met het stadhuis, Huis van het Kind en Kindentaal. We hebben een capaciteit van 45 kinderen en op dit moment zijn er 44 ingeschreven. Van die 44 kinderen hebben 15 Oekraïense kinderen, wat ook heel normaal is in deze tijd. En de rest zijn kinderen uit Somalië, uit Palestina, Syrië, Congo, Spanje, Turkije, Marokko, Afghanistan, Bulgarije en nog andere nationaliteiten. De meeste Oekraïense kinderen zijn, zoals jullie ook weten, nog niet zo lang in België. Laat staan in Genk eigenlijk. We hebben zelfs één kindje dat nog maar een week in België is, die totaal de taal niet spreekt. Met handen en voeten proberen we ons duidelijk te maken en zo goed mogelijk de taal aan te leren aan deze kinderen. Dag 1 kwamen deze kinderen aan met een bang hartje in de zomerschool in Genk. Niet veel Nederlands sprekend en tegen het einde van de eerste dag waren de kinderen samen met de begeleiders Vlaamse kinderliedjes aan het zingen. Hoe schoon is dat? Hoe snel leren kinderen wel niet? Dit jaar hebben we gekozen voor het thema ecologie. Waarom hebben we daarvoor gekozen? Omdat dit ook een mini-inburgering is voor onze jonge Genkenaren. We gaan namiddag bijvoorbeeld ook naar het recyclagepark en naar de kringloopwinkel om daar dan heel de uitleg te krijgen over hoe je best kan recycleren, maar hoe dat je ook eventueel in de kringloopwinkel dingen kunt kopen, maar ook daar kunt brengen om te verkopen. Stad Genk organiseert vandaag de 11e editie van de Zomerschool voor anderstalige nieuwkomers, kinderen. Dat zijn kinderen die minder dan anderhalf jaar in Genk vertoeven. En we willen hen vooral onderdompelen in de Nederlandse taal en op zoek gaan naar hun talenten. En dit maakt deel uit van de 11 zomerscholen, zomersleren, die we hier organiseren in Genk, omdat we belangrijk vinden dat kinderen ondergedompeld worden in de Nederlandse taal, dat ze tijdens de schoolvakantie ook voortdurend in Nederland mee in contact komen. En het is de bedoeling dat we daarnaast ook op zoek gaan naar de talenten en dat we hen ook laten kennismaken met een Siamai, met een bokrijk, met een kattenvennen, maar ook met het vrije tijdsaanbod van een academie of van het sport in Genkpark. En op die manier hopen we natuurlijk ook dat zij in hun vrije tijd, zodra zij terug naar school gaan, ook in een jeugdbeweging of in een groepering terechtkomen waar je veel Nederlands hoort en leert praten. En tot slot is het ook zo dat we de klemtoon in deze zomerschool leggen op het ecologische. Dat we samen ook met hen naar het recyclagepark gaan of naar de kringloopwinkel. Om zo ervoor te zorgen dat onze planeet beter beheerd wordt.